Yo mensen, goedemorgen. Ik ben net wakker. Ik heb gelijk dit ding aangedaan. En ik heb heel licht geslapen, wel goed. Een paar keer wakker geworden, maar ik was om 6:30 wakker. Toen dacht ik, ik blijf wakker, dat die 1,5 uur. En het is nu 7:15. En ik ga zo geopereerd worden. Ik krijg een kalmeringstablet, dus daar word ik een beetje stoned van. En ik krijg 2 oplostabletten of zuigtabletten, paracetamol. En ze zijn nu mijn bed aan het verschonen. En dan moet ik erin gaan liggen, die pillen innemen. En dan mag ik er niet meer uit, omdat ik er ook duizelig van word. Van die gekke stoonheidspil. Maar het gaat nu echt gebeuren. En super spannend. En ik zit op de gang, omdat iedereen ook nog slaapt op mijn zaal. Dus ik moet heel even een beetje stil zijn. En ik zie jullie dan zo weer, boys en girls. Ik heb nu verdovende pleisters op gehad. Want hier komt het infuus in. En dan zal ik er niks van, bijna niks van voelen. En dat heb ik ook bij mijn andere hand gehad. En nu moet ik zo'n tabletje. Dit is paracetamol, toch? Ja. Tijd af. Nee hoor. Nou, 2 paracetamollen. Dit is een kalmeringspilletje, die moet ik innemen. Toast. Geen wiet, maar Dormicum. Hè? Ja, mijn moeder noemde Dormicum, maar dat is een aan van dat kalmeringsmiddel. En het gaat gebeuren. Dus ik heb nu dus een ding om mijn hoofd. Kunnen ze zien via apparaat of ik diep slaap. En ik heb weer zo'n soort vingerhoedje op. Ik heb een grote steker om mijn rug. En aan de zijkant van mijn lichaam heb ik nog wat. En gaat het echt gebeuren nu. Dus okay. Ik vind het nu wel spannend te worden. Niet zenuwachtig, maar wel spannend. Hey Don, dit is wat jij wil. Dan heb ik je heel even filmen als je nog ligt te slapen. Damn! Oelala. Neem me even serieus, die sound effecten van net maakt het echt spannend, of niet? En terwijl mijn operatie bezig is, gaat mijn moeder ineens filmen. Nou Don, dit ziet er al leuk uit, toch? En hier zie je mijn super epische dapperheidsdiploma. Maar mijn dapperheidsdiploma is niet zo grappig als mijn stoonde hoofd op dit moment. En de dokter zit tot met draadjes trommelen. En ik heb er bijna niks van door de morfine van de operatie en de kalmeringspil. En ik was zo van de wereld. En kijk, je ziet mijn ogen ook wegdraaien. Fucking grappig. Het is na de operatie. Hier zit mijn wond. En al dit roze dat je ziet, dat is van ontsmettingsmiddelen, zodat het helemaal schoon is. Het zit op mijn arm en op mijn borst. Eigenlijk geen idee waarom het dan niet hier zit, maar ja, het zal wel. Ik heb allemaal draadjes en dat zit verbonden met dit kastje. En dan kunnen ze kijken of mijn pacemaker helemaal goed is en zo. En de draden zijn gelukkig blijven zitten, dus dat is hartstikke mooi nieuws. En ik heb mijn jasje een beetje zelf uitgedaan. Bij deze kan dat niet. Want ik heb een infuus om. En ik was echt helemaal van de wereld. Ik heb wel gedroomd onder de narcose. En het grappige is dat ik mijn pacemaker heb meegekregen. Die er 7 jaar op ingezeten. Dus die wil ik eigenlijk wel even laten zien. Dit is hem gewoon. Die heeft er 7 jaar ingezeten. Nou kijk, dat is hem. En dit mondkapje had ik op. En die had ik dus op en die mag ik ook houden. En het was heel raar om die soort van pil op te hebben, soort van. Ik was echt helemaal blij of zo. Maar heel lief van mijn ouders.
Ze hebben sokken voor me meegenomen. Links en rechts sokken. Dus dat vind ik ook wel geinig. En een heerlijke kaascroissant. En nou moet ik eigenlijk rust nemen. Toen ik wakker werd moest ik een cijfer geven van hoe is de pijn van 1 tot 10. Nou was het echt maar een 1. Toen werd het 2 later en nu is het 3. Dus het begint wel wat meer zeer te doen. Het was omdat alle pillen een beetje uit beginnen te werken. Het viel me ontzettend mee. Ik had het erger verwacht. Dus ik ben best wel blij. Nu is het gewoon een beetje chillen. En misschien komen er nog wat bezoekers zo langs. Dus nou, gewoon wat visite. Dus dat is ook wel fijn. En nu ga ik lekker zitten en lekker niksen. Zo, mijn eerste testje. Nadat ik geopereerd ben. Oh nee, ik heb al heel wat testjes gehad. Nou, de eerste wat ik dan echt goed weet, is gewoon een normale bloeddruktest eigenlijk. Maar kijk, dat is het apparaat waarmee het gebeurt. Ik zet deze op. Ja, mijn bloeddruk was net best wel laag. En dat gaat nu alweer omhoog, dus dat is helemaal goed. Kijk, ziekenhuizen hebben normaal altijd aparte geuren. En zo'n kapje heb ook echt zo'n hele aparte geur gewoon. Dat is zo apart. En een ziekenhuis heeft een heel eigen geurtje. Maar dit ding ook. Het ruikt voor de mensen die wel zo'n kapje op hebben gehad. Het is echt een hele aparte geur. Dan snap je wel wat ik bedoel. En het grappige is, daar ligt mijn dokterspak. En die mag ik ook houden. Dus dat is wel grappig. Misschien om een keer te gebruiken in een video. Zo, het is nu een uurtje later en Ries is aanwezig. Hoi. En ik heb een breker, lekker, heerlijk. En daar ga ik lekker van genieten. En ik heb nu een nieuw medicijn. Ja, gewoon een antibiotica in zo'n infuus. En dat is om infectie te voorkomen voor mijn wond. Abonneer, ik kan hier beneden. En precies daar. Ja. We zijn nu in het ziekenhuis. Daan. Kom eens even op de wc. Ik was even plassen. Kijk jongens, tweede keer dat ik uit bed ben, ik moest net even uit bed, sta ik in mijn onderbroek om mijn broek aan te doen. En wie komen er dan ineens binnen? Mijn matties. Yo, kijk, dat is Chris Kraug, dat is Ries Kraug. En dat is Jeroen, hij heeft een hele lange nek. Hé, hey, dat is Koen. En daar staan... Plop is Jara. Ja, kijk, ze kan gewoon ploppen. Leuk dat jullie even langskwamen, hè? Ja, nou, dat moet ze niks. Ik doe het alleen voor promotie. Oh, ze doet het alleen... Doei, boys. Ik moet stil zijn. Oh. Zag. Zachtjes. Ploppen. Hey, doe jongens. Hey, chill dat jullie even langs kwamen. Er komen ineens al mijn vrienden als gekken binnenstormen, terwijl het hier eigenlijk een beetje net stil is. Maar het was wel super chill, want ze hebben gewoon een Happy Meal meegenomen. Met een of ander gek speeltje erbij. En we gaan nu eigenlijk een potje Monopoly spelen met Ries. En ik heb weer bonbons gehad van Bobby, dus thanks Bobby. En ik heb heerlijke milkenreep van Isabel al jaren gehad. En dan van Koen en Jeroen nog lekker bonbons, dus chocola genoeg. Ja, lekker joh, dankjewel. Het is tijd voor lekker ziekenhuis eten. Ik heb gewoon boontjes en ik heb aardappels. Ik heb heel veel boontjes, gewoon jus. En ik had vissticks, maar die heb ik al op, want die zijn natuurlijk heel erg lekker. Dan heb ik nog 2 toetjes, chocola. De sinaasappel. Dat is een lekker fruithapje. Dus ik ga er lekker van genieten. En mijn ouders zijn nu beneden wat aan het eten. Samen met Ries, mijn neefje. En we waren nog steeds Monopoly aan het spelen. En mijn vader is dik aan het winnen. Want die gooit de hele tijd goed. Maar ik ga even eten. Dan zie ik jullie zo weer. Wat ik trouwens nog even wilde zeggen is dat ik heb zoveel minder pijn dan de vorige keer. Dus dat is echt super goed. Alles is echt een stuk beter gegaan. Dus vind ik echt super fijn. Wat de dokter zei is wel dat echt mijn spier was zoveel gegroeid. Dat hij moest helemaal moeite doen om die pacemaker eruit te halen. Hij moest de wond zelfs groter maken dan dat het eigenlijk moest. Ja, het is eigenlijk gewoon wel allemaal goed gegaan. Zelfs sneller. Alleen dat was eigenlijk de enige moeilijke. Maar dat maakte niet zo heel veel uit. Dus alles is goed gegaan. En ik mocht eigenlijk al net al even lopen. Ik heb dat niet gefilmd. Ik weet eigenlijk niet waarom, ben ik eigenlijk vergeten, maar ik mocht dus alweer lopen. Vond ik super fijn. Voelt alleen net alsof je echt net wakker bent en je benen nog heel moe zijn, weet je wel. Maar het is wel helemaal gelukt. En dan ga ik nu wel weer echt door eten.
Zo, ik ben de hele middag uit bed geweest. Ik heb gemonopolied. En mijn opa en oma zijn weer heel even op bezoek. En ja, ik ben de hele middag gewoon fit geweest. Ik heb prima, ja, gewoon prima gehad. Ik ben dus helemaal niet moe. Ik had amper pijn. Nu doet het een klein beetje pijn en ik ben best wel moe. Dus ja, ik ben zo eigenlijk de dag doorgekomen met Monopoly spelen. Ja, even met gewoon met vrienden gepraat die er waren. Super tof dat die er waren. Ja, ik ga denk nu even mijn ogen dicht doen alvast. Het is al 7:15, dus misschien slaap ik door tot morgenochtend. Maar ik ga denk nu sowieso even mijn oogjes dicht doen. Ik lig nu in bed en ik heb een soort van de hele tijd kloppingen. Zo doetoetoe, in één keer heel hard. En ja, we dachten dat het niks was, maar ze zien het wel op de monitor. Ik heb deze draadjes... om te meten hoe mijn hart gaat. Ik hoop dat het niks is, dat ze het kunnen bijstellen met een instelling of zo op mijn pacemaker. Ja, dat is kut, want ik dacht dat alles goed was. Maar ja, er zijn telkens soort van hele harde kloppingen, zo doen, doen, doen. Maar ja, ik zal het horen wat het is. Zo mensen, ik heb de hele avond en middag nog in bed gelegen. En ik heb gewoon af en toe wat gegeten, wat gedronken. En je ziet nog best goed deze hele lijn zitten. Nee, je ziet best goed hier die lijn zitten nog van het ontsmettingsmiddel. Dan heb ik hier nog van die draden op mijn rug om hartslag te meten. Ik begin nu op het punt te komen dat ik het echt irritant ga vinden. Al die draadjes en ja, deze mega pleister en gewoon alles. En dat je gewoon naar huis wilt. Dat moment is nu echt aangekomen bij mij. Dat je aan alles begint te irriteren. En het is nu echt al iets van 11:30. Ik heb ook helemaal geen zin om te slapen. En de rest op mijn kamer is al aan het slapen of gaat nu ook slapen. Dus daarom ben ik heel zachtjes. En ja, vandaag was dus de dag van mijn operatie. En ik hoop dat jullie het allemaal heel interessant vonden. En dus morgen is de laatste video. En hopelijk mag ik dan naar huis en dan is het ook de laatste video. Want stel je voor dat ik nog een dag moet blijven. Dat ze denken, nou het is nog niet veilig genoeg dat je naar huis gaat. Dat ik nog een dag moet blijven. Dan film ik dat natuurlijk ook voor jullie. Maar we gaan allemaal natuurlijk uit van het beste. Dus ik wil jullie zoals gewoonlijk gewoon bedanken voor het kijken. En ja, dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Nou, daar ga ik weer met mijn infuus bouwen. Yes, Jesus Christus. What the fuck?